Ondanks de ophef rond de emotionele uitbarstingen van Pieter Omtzigt vorige week lijkt er toch een doorbraak te zijn voor een rechtskabinet met NSC. Opiniepeiler Maurice de Hond denkt dat de ophef rond Omtzigt heeft geleid tot een gamechanger. In de Blackbox podcast De Verkenners werd echter nog getwijfeld over deze ontwikkeling. Ik zie dan bij Maurice de Hond op zijn website staan van dit is de grote gamechanger van deze formatie. En ik vraag me af of dat werkelijk zo is. Dus ik denk dat je daarmee met die uitspraak in wezen onderschat welke besprekingen die politici met elkaar hebben. Dan zou dat eigenlijk allemaal voor niks zijn. Dat maakt dan niet uit. Maar omdat een persman dan zo'n bericht naar buiten brengt, wordt ineens alles vloeibaar. Ja, journalistiek kan natuurlijk wel iets in gang zetten. Jawel. En ik moet ook pragmatisch zijn. Als Maurice de Hond iets zegt, dan is het vaak ook. Ik ben het vaak met Maurice eens. Maar in dit geval had ik toch wel een beetje een tweede gedachte daarbij. Mag ik ook eerlijk zeggen, vind ik. Ja, zeker. Ja, ik kan dit geheimje overklappen. Ik heb hem maandag, ik heb hem gesproken deze week. En hij komt maandag weer bij Blackbooks in de uitzending. Misschien kunnen we dan nog eens even vragen. Moet je doen? Zo is het een gamechanger. Ja, zeker. Kan hij zich alvast voorbereiden. Ja, en hij heeft woord gehouden, want hij staat hier op maandag achter de desk. Ja, Bas vroeg het al. Waarom is dit een gamechanger? Nou, kijk, het volgende. Is achter de schermen is er veel gesproken en onderhandeld. En daar zweeft al een rond. Ja, het atypisch gedrag van Omtzigt die een rol speelde bij de voortgang van deze formatie. Maar jij zegt zweeft rond. Wat hoor jij dan wat wij niet horen? Nou ja, een beetje wat uiteindelijk naar buiten gekomen is. Ja, er werd gezegd, het is irrationeel gedrag. Ja. En het punt was dat irrationele gedrag gewoon die formatie behoorlijk in de weg zit. Maar ik heb ook al vanaf het begin gezegd, de cruciale rol bij deze formatie speelt de fractie van NSC. Met ook Pieter Omtzigt. Want bedenk wel, die partij NSC is eigenlijk de supportersclub, bij de kiezers is gewoon de supportersclub Pieter Omtzigt. Mm-hmm. Die heel goed gepresteerd heeft als Kamerlid, die veel vertrouwen had enzovoort. Het is niet een politieke beweging met een soort gemeenschappelijk idee. Het is gewoon de supportersclub van Pieter Omtzigt. Wat er nou gebeurde bij die formatie was dat ja, als hij als Kamerlid was gebleven, was het irrelevant nu geweest. Maar nu moest hij keuzes maken. En keuzes die niet per definitie door al zijn kiezers worden gedeeld, maar ook binnen zijn fractie niet. Daar zit ook niet een soort gemeenschappelijke noemer bij. Nou, waarom denk ik dat het een gamechanger is was al? Alles wat dus achter de scherm al een beetje rondging, maar ook veel journalisten wisten, maar niet publiceerden, omdat Omtzigt toch een beetje de untouchable was. Dat gaan we niet doen, want dit zweefde ook al voor de verkiezingen zelfs. Dat kwam nu naar buiten en toen was de grote vraag, Wouter de Winter brengt het? Gaat het dan door of blijft het laag? Nee, het ging door. Het kwam overal in terug. En nu is het volgende en dat zie je dus nu gebeuren. De kern zit in NSC. De kern zit in, wat wist de fractie van NSC van wat daar gebeurde? Wat wisten de andere politieke partijen precies van wat er gebeurde? En hoe bereid zouden zij met Omtzigt gaan onderhandelen? En wat ik denk wat er gebeurd is, wat ik niet uit niet van mensen letterlijk zo gehoord heb, is dat ze daar een knoop hebben geteld met Omtzigt erbij van waar staan we nu doordat dit naar buiten is gekomen. Want ze realiseren zich hoe problematisch de partij komt ten opzichte van alle andere onderhandelende partijen. En misschien heeft de fractie van NSC ook gerealiseerd dat door, laat ik zeggen, ook die tweespalt in die fractie, ze Omtzigt ook in een hele moeilijke onderhandelingspositie hebben gebracht. Dat hij daar zat en ook wist, ja, maar dan moet ik straks weer naar mijn fractie en dit. Ja. Dus ik denk dat ze nu gezegd hebben met elkaar, ja, laten we nu één lijn trekken en laten we het proberen. En wat ik denk, dat zou tot iets kunnen leiden. Maar waar het ook zou kunnen leiden, is dat als dit niet lukt, dat er veel meer beweging gaat ontstaan binnen die fractie van NSC zelf en rondom de positie van Omtzigt. En wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou ja, er zijn duidelijke aanwijzingen dat een deel van die fractie absoluut niet met Wilders wil, ook eigenlijk niet in een gedoogachtige steun. En er is een deel van die fractie die denkt, ja, het land moet geregeerd worden. Er wordt toch, ja, de kiezers willen met name naar rechts. Ja, daar moeten we toch aan meewerken. En als we dat niet doen, dan worden we als partij totaal onbelangrijk. Want welke regering komt er dan?
En misschien komen er dan wel nieuwe verkiezingen. Dat zal niet zo het makkelijk scenario zijn. Dus dat het nu uit in die open is gekomen van de positie van Omtzigt, ja, dat heeft de hele dynamiek van de onderhandelingen, ja, en de wisselwerking met NSC heeft een grote invloed op gehad. Ralf, wat krijg jij mee van de onrust binnen NSC? Nou, in directe zin niet zoveel, maar ik analyseer, net als Maurice, dat dit inderdaad wel eens een gamechanger zou kunnen zijn. Ook omdat de belangen van de verschillende spelers die zijn verschoven. Hè, bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar nieuwe verkiezingen als idee, dat begon toch een beetje rond te gaan, die gedachte. Dat was voor alle partijen die in dat viermanschap aan het discussiëren waren, was het eigenlijk oninteressant. Want dan zou PVV nog veel groter worden. En nou ja. Nu, met dat andere profiel wat NSC gekregen heeft, zou het naar mijn gevoel betekenen dat NSC zou worden weggevaagd bij verkiezingen ten faveure van onder andere de VVD. Dus de spelers kijken nu ook heel anders, denk ik, tegen nieuwe verkiezingen aan. Dus de krachtsverhoudingen zijn wat dat betreft een beetje verschoven, zou mijn taxatie zijn. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Want Maurice, je hebt afgelopen weekend weer een nieuwe peiling gemaakt. Welke ook wat zegt over een mogelijk nieuw kabinet. Laten we even kijken. Want jij zegt VVD ter faveure van de VVD. Maar er gebeurt het een en ander, hè? Maurice, neem ons even mee in jouw bevinding. Ja, het belangrijkste wat er gebeurd is ten opzichte van vorige maand is dat de PVV 3 teruggezakt is. Maar ja, ze stonden, dat is nog steeds 12 hoger dan bij de verkiezingen. Je ziet BBB iets teruggezakt. Je ziet NSC weer eentje verder. En die is nu gehalveerd, ja, ten opzichte van de verkiezingen. Ja. Alleen de VVD is wat hersteld. En ik denk dat dat mede komt omdat ze vlak na de verkiezingen zich van dat kabinet min of meer op afstand hebben gezet. En dat nu meer, laat ik zeggen, voor bezig zijn. En wat ook wel interessant is, dat CDA wat aan het opklimmen is. Die staat nu toch echt. Ja, dat vond ik inderdaad meestal van. Maar die komen dan natuurlijk van Pieter af, lijkt mij. Ja, voor een belangrijk deel. En natuurlijk, de Bontebal is gewoon een opmerkelijke lijsttrekker voor de groep die dat gebied wil kiezen. Maar dit is de gamechanger eigenlijk, zeg jij? Nee, de gamechanger zit niet meer in deze uitslag. De gamechanger zit in de wijze waarop iedereen tegen Pieter Omtzigt kijkt. En met name de positie die het NSC zelf moet gaan innemen bij die formatie en hun wisselwerking met Omtzigt zelf vanuit de fractie. Ja, nee, maar dit moet toch gevolgen hebben voor hoe Omtzigt in het formatieproces. Ja, maar hij stond eigenlijk ook al op 11 de vorige maand. En ik acht de kans heel klein dat deze partij terugkeert naar, weet ik veel, 15 of 20 zetels. Ja. Zit hier het Wouter de Winter-effect al in? Zit hier het Wouter de Winter-effect al in? Ja, de onderzoek was vrijdag en zaterdag. Oh, nou, niet echt grootschalig. Ben je nog mee dan? Want ik had een groot verlies verwacht, eerlijk gezegd. Nee, ik vergis me. Het zit er voorkomen in. Want dat was een week eerder. Ja, okay. Dit is gewoon dit is een week daarna gedaan. Valt nog mee. Ja. Voordat we doorgaan hierop. Je ziet ten aanzien van de laatste verkiezingsuitslag zo'n grote verandering weer. Hier zien we dat. Ja, dit is vanaf begin 2021 de partijen. En dan zie je het verloop in de peiling. En wat dan interessant wordt, ongeveer eind 2022, dat zie je nu gaan gebeuren. Dan gaat eerst de BBB schiet omhoog, daar komt hij. Mm. Dan gaat de BBB op een gegeven moment langzaam weer dalen. Komt nu NSC. En dan komt PVV. Ja, dit is een beste eindsprint. Ja, maar goed, je ziet hoe de volatiliteit is in het electoraat. Waarom wil je ons dit laten zien? Wat zegt dit? Waarom wil je ons dit laten zien? Wat zegt dit? Nou ja, het zegt erop hoe snel de bewegingen zijn. Ik bedoel, het is nu maart. Het is een jaar geleden dat BBB bijna 20% van het electoraat haalde. En nu staan ze op 4,5. En staat Wilders op 32-31%. Ja. Ik bedoel, zo snel kan het gaan. Ja, 50 zetels voor de PVV momenteel. Eigenlijk de enige winnaar in het hele, van alle partijen die nu aan tafel zitten. BBB verliest, NSC verliest, PVV of VVD verliest eigenlijk ook over de regel. Hoe verklaar jij dat eigenlijk al het hele beeld over de PVV wordt geschetst, namelijk dat het een onbetrouwbare partij zou zijn, et cetera, dat eigenlijk zich niet vertaalt? Het eigenlijk tegenovergestelde daarvan vertaalt in de peilingen. Nou, dat is een vrij makkelijk antwoord, omdat het standpunt op immigratie en asiel bij een redelijk deel van de bevolking
aanslaat wat de PVV doet. Los van wat je er verder van denkt. Ja. Maar dat is een punt wat de anderen niet op deze manier benoemen. En wat er ook natuurlijk gebeurd is, en dat zie je bij de campagne gebeurd, en nu eigenlijk ook bij de onderhandelingen, dat ook bijvoorbeeld de VVD bijna letterlijk zei, vlak voor de verkiezingen, als je echt wil dat de PVV in de regering komt, dan moet je in het PVV stemmen. Mm. Dus wat de mensen eigenlijk ook bij deze peiling min of meer zeggen, als ze PVV zeggen, is we willen gewoon een rechtse regering en we willen de PVV erin. Ja. Waarbij het overgrote deel van die groep heus zegt van, nou, Wilders, begrijpen we heus wel dat dat niet de premier wordt. Maar we willen wel de PVV in de regering. Nou is het sentiment niet veel meer, we willen inmiddels gewoon een regering. Want PVV, is het sentiment nu niet veel meer van, we willen gewoon een regering. Want de PVV is de enige partij die eigenlijk gewoon stabiel is gebleven ten aanzien van de gillen rondom het weglopen van het formatieproces, et cetera. Het niet willen deelnemen aan het kabinet, dan maar toch gedogen, dan toch weer niet. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen van alle kanten denken van, we hebben zulke grote problemen in de samenleving, ja, internationaal en in Nederland. En dan hebben we eigenlijk, want dat is ook berekend, vanaf begin januari 2021, toen het kabinet viel, het vorige, hebben we in deze periode, ze hebben langer een demissionair kabinet gehad dan, ja, een regering. Inclusief de vorige en wat er nu gebeurt. Ja, dus de vraag is in hoeverre heeft het nog met migratie te maken? Die hele migratie is en asiel is en integratie is gewoon een dominant onderwerp. En dat is trouwens in al die andere landen min of meer ook. Wat door de zittende partijen volgens die kiezers niet goed is aangepakt. En niet duidelijke standpunten op ingenomen, ja, in de richting van wat die kiezers willen. En omdat een tijd lang ook die partijen zijn genegeerd, ja, is dit nu de terugslag ervan dat ze nu zeggen van, nou, we zullen je even een poepie laten ruiken. Ralf, FVD flink ingeleverd, laatste verkiezingen. Is dit voor jullie een kans? Zie jij hier mogelijkheden tot herstel in deze beweging? Ja, nee, zonder meer. Ik denk dat, kijk, die geweldige rally van Wilders heeft, denk ik, een aantal van onze zetels ook meegesleurd. Dus je ziet, het was een hele sterke sfeer van wie wordt de grootste, allemaal meedoen met Wilders. En dat heeft zelfs FVD-leden doen besluiten om strategische stemmen in een aantal gevallen. Ja. Dus dat verklaart waarom wij... Je hebt wel PVV gestemd, zeg jij. Ja. Ik ken echt mensen die dat gedaan hebben. Ja. Omdat ze graag wilden dat PVV de grootste zou, ja, worden en dus het kabinet zou vormen. Dus hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is ook best belangrijk voor hoe dat tegen FVD aangekeken wordt als mogelijkheid om op te stemmen. Maar ik denk dat het sowieso voor de Europese verkiezingen dat er weer hele andere dynamieken gelden. Want men weet wel dat dat een totaal ander traject is en hele andere belangen dient. Dus ik weet het niet. Ik ben wel optimistisch, moet ik zeggen. En dit heeft trouwens, Maurice, ook heel veel met jouw eigen peilingen te maken. Hè? Die peilingen hebben ook een sturend effect op wat er gebeurt. Dus die, ja, Maurice. Met name, ja, die schat van PVV. Ja, ik krijg vaak de schuld. Jij was de gamechanger. Veel mensen die mij de schuld geven, dat wilden ze goed uitkomen. Nou, nee, niet de schuld, maar wel het vergroten van de ontwikkelingen. Bij elke verkiezing krijg ik altijd van degene die eigenlijk de uitslag niet goed vinden. Ik doe het bij 15 Tweede Kamerverkiezingen ben ik al bij betrokken geweest als met peilingen. En degene die de uitslag niet wilde, gaf mij dan altijd de schuld van de uitslag. Ja. Maar mijn stelling is altijd, ja, je hebt bij campagnes en verkiezingen heb je ontzettend veel informatie van alle kanten. En dan probeer ik weer te geven wat de kiezer vindt. En dat is schande. Dat vind ik ook zo leuk. Ik zeg niet dat jij dat zegt, maar Het heeft wel effect. Natuurlijk heeft het effect. Je maakt zichtbaar wat er onder de mensen leeft. En het speelt een rol bij hoe je over zit te denken over wat is er aan de gang. En dan, dat is ook het punt wat je vaak hebt. Dat mensen zeggen, nou, dat zou bijvoorbeeld verboden moeten worden vlak voor de verkiezingen. Ja, dat zou ik zeggen, ja. Want dat is natuurlijk wel iets wat ook de laatste keer is besproken. Moet je niet 1 of 2 weken van tevoren. Hoe zie jij dat? Ja, maar dan is het punt, heb je dan liever dat mensen, nadat ze de uitslag weten, zeggen van, als ik dat geweten had, had ik anders gestemd. Nou ja, ik denk dat het effect van het springen op de winnende kar, of het nou linksom of rechtsom is, dat effect enorm groot is. Als je van 4 naar 5 zetels gaat in de peilingen, hé, ze zitten in de lift. Of je gaat van 5 naar 4 peilingen, hé, ze zitten in. En dat heeft denk ik effect. En de vraag is of je dat effect heel erg wil cultiveren of niet. En ik ben daar niet zo voor, nee. Dus in een aantal landen is het inderdaad ook 2 weken voor de verkiezingen verboden, hè, om grootschalige peilingen uit te geven. Ik voel er wel wat voor, moet ik zeggen. Ik vind het toch,
Nou, ik denk dat we een wat ander gesprek zouden gevoerd hebben in maart 2019, toen Forum de grootste werd. Dat was hetzelfde effect, daar ben ik helemaal met je eens, dat klopt. Ja. Leuk, we gaan dit gesprek voortzetten straks. Maurice, je hebt ook gepeild in hoeverre mensen vertrouwen hebben in politie in de rol van premier. Daarin zien we verrassend resultaat. Moeten we even goed lezen, want dit dus gaat om een negatieve reactie op hem maar als premier. Dus hoe hoger je scoort, hoe slechter je... Ja, je kon drie antwoorden geven, positief, neutraal, negatief. Ja. En eigenlijk vond ik negatief even het interessantste. En dit zijn de scores. En op mijn website staat dat ook, wat het verschil is van kiezers van verschillende partijen. Opvallend, Kim Putter staat er ook tussen, huidige formateur. Dat is er ja, die, daar heeft men het minste bezwaar tegen. Minst negatieve reactie als hij de premier zou worden. Is dat een serieuze optie? Ik denk dat dat een serieuze optie is. Maar goed, net zo goed als de vorige formatie gelukt was. Dan zou bijvoorbeeld Plasterk misschien wel een goede kandidaat zijn geweest. Ja. Althans, in de krachtsverhouding die blijkbaar achter de schermen is. Ja. En wat eigenlijk interessant is, en ook in het verlengde van andere uitslagen van die pijn, dat Omtzigt hier de negatiefste score heeft. Ja, was de Messias vooraf aan de verkiezingen en het beeld is totaal gekelderd. Nou ja, wat je ziet is in ieder geval als premier nemen er steeds minder mensen. Die zeggen van dat toch wel in ieder geval positief zouden zijn. Maar ook de vertrouwenscijfers, dat is ook interessant. We hebben het niet deze grafiek. Maar normaal scoorde gemiddeld over heel Nederland tussen 6 en 7 Omtzigt. Ja. Wat een hoog cijfer is. Want bij je eigen kiezers doe je altijd hoog. Maar bij de kiezers van de andere partijen doe je het vaak laag. En dit keer is hij gewoon gezakt naar zoiets van 4,4. Waarbij die op het gemiddelde zit van... onder de Nederlanders hebben op dit moment meer vertrouwen in Wilders dan in Omtzigt. Ja, Jessicus en Wilders liggen vrijwel, niet gelijk aan elkaar, maar dicht bij elkaar. Dat is gek, want Wilders staat enorm hoog in de peilingen. Nee, maar goed, bij Wilders is het veel meer dat er een bepaalde groep Nederlanders is. Ja, die gaat over zijn nek bij de gedachte alleen. Dus dat geeft veel... Die geeft hem een 1. Ja, die geeft maar die zeggen heel gauw... Nee. Dus ik bedoel, alle linkse kiezers en nog wat... die zitten bij dat negatieve blok. Bij de VVD is het iets meer naar negatieve... ook aan de rechterkant en iets minder aan de linkerkant. Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd hoe het met Timmermans zou staan. Trouwens, het is natuurlijk geen kandidaat voor een rechtskabinet... maar ik ben benieuwd hoeveel... Vertrouwen de kiezers. Timmermans past er niet meer bij, Maurice. Timmermans. Ja, niet van dit kabinet uiteraard. Oh, het vertrouwen in Timmermans, dat was een score rond 4... onder het gemiddelde van 3,9 of zo. Als premier? Oh, bij deze... Dat is een andere configuratie, dat begrijp ik wel, maar... Die zat ook meer naar de rechterkant. Maar ik weet niet meer uit mijn hoofd de score... Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar gevraagd aan wie bij deze combinatie de mogelijkheid zou hebben. Ja. Die vraag komt misschien nog verderop in het jaar. Wie weet, ja. Laten we positief afsluiten als het gaat om wanneer Nederland weer een kabinet kan verwachten. VVD-leider Dylan Jessicus zei daar voor dit weekend het volgende over. Voor de zomer misschien een kabinet? Het zou wel moeten kunnen, ja. Als het aan mij ligt wel. Dat zou wel moeten lukken. U bent zo positief. Ik zeg het al een tijdje tegen u, dus dat is niet iets nieuws van vandaag. Maar ik vind echt dat als je met z'n vieren in dit geval bij elkaar zou zitten... en zou zeggen, dit moeten we gewoon met elkaar kunnen fixen, vind ik dat moet kunnen. Ik vind ook eerlijk gezegd dat de kiezer daar recht op heeft. Voor de zomer het bordes. Wat denk jij? Nou, de Nederlanders... Er zit nog maar, geloof ik, een derde die dat vindt. 37% denkt voor 1 juli een kabinet. 37%? Die denkt dat het voor 1 juli is. Oké. Okay. Maar, wat denken jullie? Maar de volgende vraag wordt nog... en hoe lang blijven ze daarna zitten? Mm. Ja. Dat denk ik, dat zal ook nog wel een belangrijke worden. Ja. Nou, we gaan het zien. Heren, ontzettend bedankt. Maurice in het bijzonder voor dit item. En jullie ook natuurlijk voor vandaag. Want...